Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben op Stal Groenendaal en ik ben hier met Poco, want wij hebben vandaag weer wedstrijd. We gaan 2 rondjes in de B, en waarvan 1 rondje HC. Ik heb er heel veel zin in, het is wel echt heel erg koud, zoals je wel kan zien aan de stoom die uit mijn mond komt. Maar ik heb er al op gezadeld, tenminste de zadel. En we moeten zo meteen even kijken wanneer ze gaan parcours lopen. Want na het parcours lopen moet ik erop. Dan ben ik nummer 14. Dus dan hebben we nog een klein beetje tijd. Ik heb van de vorige wedstrijd heel veel geleerd. Dus ik weet ook wel hoe ik deze wedstrijd aan wil pakken. Vooral heel erg rustig gaan we proberen. Controle. Ik heb er wel weinig gereden afgelopen week, omdat ik het heel druk had. Ik had mijn verjaardag en nog wat dingen. En ik was echt super moe. Nou ja, daarbij kwam dan ook nog dat het heel koud was. Dus ik ben benieuwd hoe ze het gaat doen vandaag. Misschien is ze wel een beetje te energiek. Maar ja, we roeien met de riemen die we hebben. Dus papa is er natuurlijk ook weer bij. En we hebben er zin in. Leek toch, pap? Koud, hè? Koud. Nou, we hebben net parcours gelopen en het is, ja, ik denk voor ons best een moeilijk parcours. Met wat lijnen zonder echte steun. Dus dat wordt wel goed sturen en er bij elkaar houden. Maar ik heb een goed plan. Het is de vraag of ik hem ook goed kan uitvoeren. Maar het staat wel fijn. Sowieso, het is hier een mooie accommodatie, dus dat is fijn. Ze is nu helemaal opgezadeld. We zijn er helemaal klaar voor. Het is echt zo ontzettend koud. Mijn benen zijn er gewoon koud van. En mijn neus is koud. En mijn handen zijn koud. Alles is koud. Maar we doen het er maar mee. En ik heb er wel veel zin in. Dus veel kijkplezier. Ze heeft het kleedje ook op, omdat het zo koud is. Blijf zo goed warm.
Wij zijn net even bij het winkeltje geweest. En we hebben bitteringen gekocht. Ruiterhuis Groenendaal. Ruiterhuis Groenendaal. Ze hebben daar hele leuke dingen. Maar ik ben te skeer om geld uit te geven. Die Mara kan geen geld uitgeven. Nee, dus ik heb bitteringen gekocht. Papa heeft bitteringen gekocht. Omdat jij rechtdoor. We kunnen rechtdoor. Oh ja, we kunnen een patatje halen. Dus dat hebben we gedaan. En ik heb net super lekker gereden. Dat je en een vinger. Wij zijn onderweg naar huis en ik zal jullie nog even bijpraten over hoe ik het vond gaan vandaag. Ten eerste, ik vond dat ze het echt heel erg goed deed voor maar één keer gereden te hebben aan het begin van deze week. Ze moest wel echt duidelijk even inkomen. Ze was een beetje strammig, niet helemaal losjes, dus dat was echt wel te verwachten en dat komt gewoon daardoor. Waardoor we ook in dat eerste parcours gewoon echt even wat in moesten komen. Ze was in dat parcours. Gewoon tot hindernis 4 of zo. Een beetje. Ja, ik weet niet. We moesten echt even inkomen. Ze was nog niet helemaal fijn te rijden. Ja, en toen het laatste gedeelte ging wel beter. We hadden in dat eerste parcours een balk op de allereerste op hindernis 1. Dat kwam gewoon. Ja, de vorige keer hadden we dat ook. Ik had niet genoeg voorbereid op die hindernis, denk ik. Het was een steltje. En dan tilt ze de benen gewoon niet op. Dus, en verder gewoon prima. Ook al wel had ik het gevoel dat ik veel meer controle en rust had dan de vorige keer. En parcours 2, dat ging eigenlijk nog beter, naar mijn idee. En daar hadden we een balkje op hindernis 6. Dat was ook een steltje in een lijntje. En ik denk dat het een beetje een combinatie was van dat ik er wat omstelde. Dat ze in de linker galop landen. En dat het niet heel handig, dat ik dat bochtje niet heel handig had gereden. Daar had ik er in ieder geval dus niet genoeg recht gesteld. En toen met de voorbenen mapte ze die eraf. Maar voor de rest was dat ook wel een heel fijn parcours. En ja, ze had best wel rust ook. Ik kon er makkelijk terugrijden. Ik kon er makkelijk naar voren rijden. En ik had zelfs 74,5 stelpunt. Dat kwam daar ook door, hè? Door jouw wijze van rijden was ook echt. Dat werd goed beoordeeld. Ja, ik had gewoon een 8 voor de houding en zit. Dus ja, dat vond ik wel heel fijn dat dat beloond werd. Omdat ik het idee had dat het vandaag ook best wel goed ging. Want daar had ik best wel op gelet dat ik gewoon wat. Nette rij en dat ik mijn eigen rust bewaar, waardoor ik gewoon poco rustiger hou en het gewoon een beter beeld geeft. Ja. Dus ja, en deze keer dus nog maar één balkje per parcours. En vorige keer was het 2 balkjes en 1 balkje. En de keer daarvoor waren het alle 2 balkjes. Dus het gaat elke keer beter. Dus binnenkort gaan we gewoon een keer foutloos rijden. En daar heb ik echt wel vertrouwen in. En sowieso, Poco geeft me super veel vertrouwen en dat B vind ik nu echt wel niet meer spannend. Terwijl ik dat eerst echt heel eng vond. En dat doen we gewoon nu zo. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En voor onze derde B-springenstrijd vond ik dit alweer heel goed gaan. En je zegt zelfs ook van die hindernis, die staat niet eens hoog. Nee, ik vond vandaag echt niet aan de maat staan bijvoorbeeld. Dus... Terwijl ik dat eerder echt nooit had gezegd. Van
alles hoog staan. Nou ja, een Poco springt het ook met 2 vingers in haar neus. En ook als het niet uitkomt. Dus daar ben ik natuurlijk gewoon super blij mee. Dat kan je straks ook waarschijnlijk wel een keertje in het filmpje zien. Ja, dat zie je wel in het filmpje. Die Mara kreeg ook een stukje vliegles. Ja. Maar ja, ze kijkt ook gewoon nergens naar. Dat is ook super fijn. Ik hoef echt niet bang te zijn dat zij ergens op gaat weigeren omdat ze iets spannend vindt. Want daar denkt ze geen eens aan. Dus het was een hele geslaagde dag. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat ik jullie weer bij de volgende video zie. En vergeet niet te commenten wat jij ervan vond. Doei doei!